Het ministerie van Volksgezondheid krijgt middels een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank een nieuw gebouw. De faciliteiten van het BOG zullen ook via deze lening gerenoveerd worden. Dit meldt het ministerie in een persbericht. Volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid gaat het hier om een project dat hij bij zijn aantreden heeft aangetroffen. Volgens de bewindsman is er voldoende vrije ruimte op de hoek van de Rode Kruislaan en de Gravenbergstraat voor het opzetten van een nieuw hoofdkantoor, aangezien het oude kantoor aan de Henk Arendstraat niet meer voldoet. De bewindsman hoopt dat het nieuwe gebouw medio 2021 een feit zal zijn.